Zo, nou, Meijnerd had het over een boek. Om te kijken naar zijn zwaard. Misschien dat er wel iets van gemaakt is, want hij had het erover dat het een elfenzwaard was. En volgens mij heb ik in de bibliotheek van Era nog wel een boek gezien van de elfenzwaarden. Ik denk, deze kist zou denk ik niet liggen. Misschien dat het wel wat een specialer boek is. Ik zal hier eens kijken. Nee, dit zijn allemaal gewoon normale boeken over dingen misschien erboven of... Ja, wacht. Hier, kijk. Hierboven kan die nog wel eens zitten. Maar ja, via de ladder moet ik er allemaal opklimmen. En dan gaan we even kijken. Oké. Zo, wat zit hierin? Ze hebben hier een paar normale boeken, maar ook andere boeken. Vloek, Edriftiel, Elventaal, Eros. Eros, dat kan misschien Delano nog wel goed vinden. Orks, Bloedlijn. Elfenzwaarden, die pak ik. Oké, laten we eens even gaan kijken. Want ik heb nou een boek. Maar ik ga hier niet boven lezen. We gaan eventjes een tafeltje pakken en dan gaan we even kijken of we daar fatsoenlijk kunnen zitten en wat kunnen lezen. Laten we eens even gaan kijken wat het boek ons te zeggen heeft. De elfenzwaarden. In de tijd van de oude elfen werd er veel aandacht geschonken aan de trotsheid van het smeden. Zo werden er honderden zwaarden gemaakt van het sterkste staal wat uit de smeden viel. Om de zwaarden te kunnen maken moesten er natuurlijk genoeg materialen aanwezig zijn. Zo werden op de eerste dag van de leeuwenmaand in het jaar 1043 de zwaarden naar het elfenvoort gebracht. De koning en zijn beste smeden bekeken zo alle zwaarden en kwamen tot de conclusie dat 3 van de 100 zwaarden het meest sterke staal van Era bevatten. Zo kregen de 3 elite krijgers van de koning een zwaard toegekregen om de koning te kunnen beschermen. Zo vroeg de koning of de 3 krijgers kennis konden verkrijgen over de wereld. De eerste soldaat dwaalde in Aloris met zijn zwaard, die nog geen naam had gekregen. Zo kwam hij in contact met een tovenaar die hem bedroeg en zijn zwaard met zijn verhaal verdoemde tot de Daedra Tower. De tweede krijger die zijn zwaard de Oathkeeper had genoemd, stierf aan een hartaanval. Het zwaard is gegeven aan een nabestaande. De derde krijger was een drakendoder. Hij was bekend in het noorden en in het westen van de hele wereld. Alleen wekte dit ook vele vijanden op. Toen de derde krijger zijn diensten had voldaan, besloot hij naar Aloris te reizen om daar een elfensmederij te maken. Hij leefde lang en gelukkig, maar op zijn eind werd zijn zwaard geveld op een bijeenkomst van Lagarde. Zo kocht een edelman hem op en bleef dit zwaard in zijn familie achter. Dit zwaard bestaat bekend als Escher. Als de 3 zwaarden samen zouden worden gesmeed tot 1 meesterzwaard, zou de magie die op de zwaarden stond tot 1 kracht worden gemaakt, waarmee de machtigste krachten nog te temmen zijn. Helaas is er in dit zwaard nog steeds geen leven geblazen. Het verhaal eindigt met een vraag. Welke krachten dwalen er in de 3 elfenzwaarden en waarmee kan je ze samenvoegen? Door koning Revo. Escher is dus... Wacht even, het zwaard van Meinert... Huh? Hij heeft Escher en ik heb de 2, de Oathkeeper en de Foehammer. En hij heeft Escher. En het boek zegt van, hey, als je ze samen kan voegen, kan je krachten met Escher in mijn collectie, kan ik dus een zwaard maken waarmee ik de sterkste krachten kan temmen. Misschien is dat wel... Met die kracht kunnen we Ando verslaan. Dat moeten we gewoon doen. Meinert zei dat ik naar Eron moest gaan. Ik denk dat ik maar een leger mee moet nemen, want hij gaat niet zomaar zijn zwaard afstaan, zodat ik een krachtiger zwaard kan krijgen dan iemand in heel de wereld. Met de 3 gecombineerde elfenzwaarden kunnen we zelfs Andal verslaan. Ik moet de mannen waarschuwen, ga zo snel mogelijk naar Eron. Helaas was kapitein Meidert onze slim af en raakte zijn spoor kwijt. Desondanks maakte ons klaar voor de oorlog tegen Zephyrin en zijn er veel successies geboden in de oorlog. Oké, Delano wordt wakker. Het is tijd om de plannen te gaan bespreken. Oké, ik pak even mijn spullen. Ja, helemaal goed. Ja, Damien die stond een tijdje te wachten, want ja, we hebben nu alles verder klaar liggen en een idee van wat we kunnen doen.
Dus volg mij. Iedereen is ook al aardig klaar voor de oorlog, zo te zien. De boten zijn er. En groet. Groet, Demi. De plannen goed, liggen koning, al klaar. Goed, koning Delano. Ja, ja, laten wat, we maar beginnen. Ja, je had al wat plannetjes hier voor ons liggen. We hebben een speciale planning om in ieder geval het oosten te over te nemen. Het westen van Zephyrin. En ja, met de mannen moet het wel lukken. Maar laten we beginnen bij het begin. Zo, de map van Zephyrin. Zoals jullie weten zijn wij natuurlijk via de zee aangekomen bij Sun Harbor. Een van de plekjes waar best wel veel goederen liggen van Zephyrin. We hadden best wel een moeilijk gevecht daar, maar uiteindelijk hebben we ons daar doorheen geslagen. Ja, ik weet niet wie daar de leiding had, maar die is nu zijn hoofd kwijt. Vervolgens gingen wij naar Port Longland en Amiray. Hebben we daar ook de retaliatie verslagen. En zijn we nu op het punt om Whitetown te moeten bevechtigen. Maar goed, dat wordt ook een moeilijke strijd. Maar als we dit winnen, zijn we daar ook mee klaar. En zal het best wel, ja, voor ons zou het best wel makkelijk moeten worden. Omdat als Whitetown eigenlijk daar het leger vandaan is, kunnen we Snow Lake en Frozen Stone ook overnemen. Waardoor wij ons, ja, al onze mankracht naar Winterfrost kunnen sturen. En als we bij Winterfrost zijn, staat ons natuurlijk nog maar één ding te wachten. En dat is koning Dennis verslaan. Maar dat wordt wel een strijd van je welste. En goed, als hij verslagen is, hebben wij Winterfrost. En hebben we onze wraak kunnen leveren. En hebben we gewonnen. Nou, dat lijken me wel goede plannen, toch? Ja. Wat vind jij, Demi? Uit ervaring kan ik zeggen dat dit mij de beste oplossing lijkt. Ja. Het beste plan dat we hebben. Oké, maar je hebt verder de wapens allemaal klaarstaan. Katapulten, kanonnen, kogels. Oh ja, die komen straks allemaal uit de boot geladen. Sommige kanonnen zijn er al uit, maar de helft die wordt nog allemaal uitgeladen en alles. Ja, stel we hebben niet genoeg materialen, we hebben hier nog bossen vol met hout. Dus we kunnen altijd nog wel katapulten bouwen. Maar laten we eens even gaan kijken. Mensen, volg mij. Ik ga even toelichten wat nou de bedoeling is. En dan kunnen we maar gaan beginnen. Oh hier, er zijn er al een aantal wat. Gegroet mannen. Oké, Delano en Demi en ik zijn tot de conclusie gekomen dat wij eerst naar Whitetown moeten gaan. Whitetown is de stad die geleid is door de heer Jesse. En hij is een van de hertogen die voornamelijk op voedsel let en op ja, andere resources die ze nodig hebben. En daarom is het ons in orde gekomen dat wij als eerste daar moeten toeslaan. Omdat ze dan gewoon ja, hard worden gepakt, of niet Delano. Ja, dat natuurlijk. Ja, we hebben veel samen meegemaakt. We zijn daarom ook met veel, vele broeders onder ons, zoals jullie kunnen zien. Veel mannen. En we gaan gewoon deze strijd, gaan we gewoon helemaal, ja, we gaan de overwinning bieden. Delano is er klaar voor. Demi is er klaar voor. En ik ga er ook vanuit dat jullie er klaar voor zijn. En dat wij Zephyrin gaan verslaan voor deze oorlog. Zijn jullie het met mij eens? Juich dan! Oké, helemaal top. Oké, Delano, ik denk dat het klaar is. Laten we even naar de laatste boten toe gaan en de boel om te laden. En dan gaan wij de oorlog voeren met Zephyrin. Volg mij. Ja.